De voorbereidingen voor de 60 kilometer lange ontsluitingsweg van Apura naar Nieuw-Nikeri zijn in volle gang. President Chandrika Prasad Santokhi, die in het afgelopen weekend een bezoek bracht aan het resort Kabalebo in de district Sipaliwini, deed een symbolische start voor de aanleg van de weg van Apura naar Nieuw-Nikeri. De aanleg van deze weg vanuit Nikeri is al begonnen. Nu de werkzaamheden ook in Apura zullen beginnen, zal de weg eerder af moeten zijn. Het staatshoofd zegt dat deze weg gezien moet worden als een ontwikkelingsweg. Apasi Ocha ontwikkeling op alle gebieden. Ik ga een voorbeeld geven. Een product wat in Paramaribo A prijs kost, een prijs naar A. Dat product heeft dezelfde prijs daar in Nikeri. En dezelfde prijs daar op Albina. Kijk hoe ver ze liggen. Maar een heel hoge prijs daar in Sipaliwini. Hoe komt dat? Omdat passie de. En per passie no de, je hebt more voerkosten. En dat product hij kon, more dieri. Dus baka passie die zie. Als schrijf product voor Paramaria, maar schrijf prijs ja, zo dat apura. Dat wat ik hier. Je hebt more besparing. De president legde ook uit dat met deze weg de kinderen van Kabalebo toegang zullen hebben tot middelbaar onderwijs. In dat kader is er reeds een werkgroep ingesteld om alle onderwijsontwikkelingen goed in te plannen voor wanneer de weg er is. De weg zal ook het toerisme in het gebied bevorderen. Honderden, duizenden, Sadewani, say you up to be, say you Mickey, say you Bori. Pe de restaurant vuurde, pe appartement vuurde, pe de club de, pe de hengelgelegenheden, pe de trips de in het binnenland. Daar zijn die kansen, waardoor iedereen de gelegenheid krijgt om zichzelf te ontwikkelen, om geld te maken, om te investeren voor de toekomst. Maar passie die zie, ook creëer wallo. Agrarische en productiegebieden van minister Takikba, 50 hectare. Om op wel alle den grond, links en rechts voor appassie. Op de productiegebieden. Op de agrarische gebieden. En appassie zou we maken. Op de mooie passie, wat lange passie, wat brady passie. De president zegt dat niet alles in één keer gedaan kan worden, omdat de financiële middelen er niet altijd zijn. Bij het start zijn door de president werd ook een naambord onthuld waarop de nieuwe weg is geprojecteerd. Het ligt in de bedoeling om de weg Apura-Nikeri voor eind 2024 af te ronden.